Dag Jeroen. Dag, Judith. Kom maar binnen. Ik ben blij u te mogen ontvangen in de oude pastorij. En ik stel voor dat ik met jou een wandeling maak doorheen de gebouwen die eigenlijk wel gelinkt zijn aan de pastoor Piet Kramer, maar ook een dubbele werking kende. Want hij heeft een stuk van zijn gebouwen ter beschikking gesteld van onze VZW Civi, in die tijd opgericht als vicentje. Als we hier binnenkomen, dan was dat hier een schone plaats. En dat was voor heel uitzonderlijke vergaderingen. Dat was onder andere de vergaderingen van de kerkraad. Die gingen hier heel officieel door. Dus dat was niet direct de plaats waar wij met de vrijwilligers van het vicentje kwamen. Maar als we doorschuiven, dan was er hier een hele grote tafel in het midden. En straks gaan we langs achter gaan. En aan deze tafel nodigde hij altijd de vrijwilligers uit om in hun vrijwilligerswerk, dus een soort koffiepauze te houden. En dan werd er hier koffie gemaakt. Er was Cecile en die maakte meestal de koffie voor ons. En dan werd er hier gebabbeld. Ontmoeting rond de tafel, dat was een 20-tal minuten. En dan gingen wij terug weer aan het werk. En dan deed de pastoor ook opnieuw zijn taken verder. Dus, maar dat werd hier dus heel vaak gebruikt, zowel in de voormiddag als in de namiddag. Want we hadden het Sint-Vincentius-genootschap hier op de parochie. En de pastoor heeft dat eigenlijk willen uitbreiden. Naast een voorbehouden mannelijk gezelschap heeft hij daar een paar vrouwen bijgebracht. En ook één jonge man, dat was dan Christophe, die erbij gekomen was. En dat heeft eigenlijk een beetje gezorgd om een nieuwe doorbraak naar wat dat het Sint-Vincentius-genootschap kon zijn. En wij hebben eigenlijk een beetje gezocht van hoe kan dat nu dat wij... De kansarmoede die was dan zo groot. Hè? 6% is generatiearm, 20% is arm in die zin als er iets gebeurt in het gezin dat zij ook vervallen in armoede. En dan hebben we gezegd, laat ons zoeken naar iets waardoor dan mensen naar hier komen. Eén probleem, dat was tussen de pastorij en de kerk. En het gelovig zijn, het christen zijn, nam in die tijd al af. Maar dat heeft eigenlijk nooit een drempel geweest waarom dan mensen uiteindelijk niet zouden komen. Maar hier rond deze tafels, niet deze tafels inderdaad, maar werd er altijd heel veel gepland, gedaan, georganiseerd, overleg gedaan, zoeken naar nieuwe mogelijkheden, zeker naar mensen in armoede. Misschien kun ik je meegaan naar vanachter, want wij hadden hier zo een aantal sleutels. Deze ruimte die uitkeek op de kerk, dat was eigenlijk de werkkamer van de pastoor. En dan tot hier was zijn domein. En niet tot hier, tot aan deze deur. Dat was zijn domein. En vanaf hier mochten wij altijd beschikken over de gebouwen. Hier gaat het een beetje donker in zich. Goed, het licht wel aansteken. Van hier door. Ja. Hier heb ik eigenlijk al aan dat klein hangstje hier. Hadden we heel goed. Wacht, ik even hier proberen. Hier. Aan dat klein hangstje hier hebben we eigenlijk heel goede herinneringen. Allee, goede. Hey, dat was onze wachtzaal en aan weerskanten stonden er stoelen. Dus je kunt hier al zien, twee stoelen. De mensen zaten bij wijze knie aan knie. En hier was er ooit een keer een heel zware discussie rond zwart werk. En er waren mensen die op de steenweg aan het werken waren en die 2 euro goedkoper werkten, of eigenlijk de mensen van bij ons. En er was hier een hele discussie, een ruzie binnen, van dat de ene het werk van de andere afpakte. Maar ja, dat was hier het kleine wachtzaaltje. Van de pastoor mochten wij deze ruimte gebruiken. Nu is dat hier een keuken, maar in die tijd stond er hier een bureau en een kopieermachine. En hier werden de mensen ontvangen om te kijken van, hey, wat zijn uw vragen. Want straks als we dan naar buiten gaan in de winkel, is er een tweedehandswinkel. En dan kwamen mensen kleren halen en die... Dan zie je dat dat oud meneer een wonde had aan zijn been en die had een heel vuil verband aan. Dan wij zeiden, ja maar meneer, je weet toch dat het iets is van het Wit-Gele Kruis en dergelijke. En dat we eigenlijk mensen begonnen dienstverlening te doen, heel eenvoudig, maar zo is het begonnen. En dat we eigenlijk mensen via de kansarmoedeatlas en de sociale kaart, mensen beginnen gericht doorverwijzen zijn. Ik zie dat hier nog altijd onze brandkast staat. Omdat we eigenlijk soms wel een keer wat geld binnenlaten. Dat was niet heel veel. Maar kijk, ik denk dat dat een nummer is. En dat was van VDK dat we dat gekregen hadden. Ik ga even stoppen. En start. Ja. Als de containers leeg waren en de kledij verhuisd was naar de Jos Verghemstraat,
dan is deze ruimte hier gebruikt als ontmoetingsruimte. Ondertussen waren wij een vereniging geworden waar armen het woord nemen en zijn wij hier begonnen met themawerking. Ons eerste grootste thema was justitie, rond de kostprijs en de duurte, al wat dan met juridische hulpverlening te maken had, gerechtsdeurwaarders, pro deo advocaten, hebben we daar een hele tijd rond gewerkt. Maar van het een kwam het ander, we kregen wat ruimte vrij, die twee containers die zijn blijven staan en achter de containers was er ook iemand met groene vingers, die zei van, zouden we hier geen beetje tuin aanleggen, wat groente kweken? En dat is dan ook een hele periode geweest, dat was in de periode van Daniela, dat er eigenlijk hier wat een tuintje was met de worteltjes en met salade en courgetten. Er hebben lang nog planten gestaan, maar ik denk dat die nu wel volledig weg zijn. Dan in 2000 de pastoor weg was, hebben we Hans het gebouw gebruikt. En dan zijn we ook wel echt beginnen kijken van wat kan er met dit gebouw hier gebeuren om het niet te moeten afstaan, want op een bepaald moment ging de stad het verkopen en zaten wij op straat. We hebben zo nog een affiche gemaakt dat we op straat zaten. Maar uiteindelijk zijn we mogen blijven tot in 2004, 2007, maar op het moment dat de chauffage het behalf hebben ze het niet meer hersteld en dan zijn we uiteindelijk hier vertrokken. En dan zijn we naar de kring gegaan, alleen waar vroeger kind en gezin zat, zijn we naar daar verhuisd met de sociale kruidenier. Dus dat is een beetje het verhaal in vogelvlucht, maar het is een verhaal in vogelvlucht in die zin, maar het gaat over mensen. Het is een verhaal van mensen die hier gewerkt hebben, mensen die hier gelachen hebben, mensen die hier geweend hebben, mensen die zich geëngageerd hebben. Mensen die vonden dat ze voor mensen in armoede iets moesten doen. En dat is eigenlijk wel het rijke aan dat verhaal hier. Van, het is een verhaal van mensen en niet een verhaal van een gebouw. Maar dankzij het gebouw konden die mensen hier uiteindelijk werken, bij wijze van spreken. We hebben dat blad omgedraaid. We zitten ondertussen na verbleven te hebben in de kring, in de kleine locaties, zitten we nu in de Doornakkenstraat. Maar dat is al veel meer bekend bij de meesten van jullie. Maar het heeft wel zijn verhaal, zijn herinnering. Oké.